Goedemorgen allemaal. Kijk, dat klinkt opeens staan maar. Van harte welkom in de kerk, gemeenteleden, maar ook gasten in ons midden. Mensen die misschien voor het eerst überhaupt naar een kerk gaan of voor het eerst hier zijn. Hoe dan ook, van harte welkom. We zien elke week dat er weer het bezoekersaantal weer wat stijgt. Zo tegen het einde van de vakantie. En als u op vakantie bent geweest, fijn dat u weer gezond en wel terug bent en met ons deze dienst kan meemaken. Dames en heren, daar heb ik nog de volgende bekendmakingen voor u. De nieuwsbrief, goed nieuws, is rondgemaild. Die heeft u vanmorgen in uw mailbox kunnen aantreffen. Er liggen een paar geprinte exemplaren klaar, dus als u het niet digitaal hebt kunnen ontvangen en u wilt toch wat op de hoogte zijn van wat er allemaal te doen staat in de komende maanden, dan kunt u een nieuwsbrief meenemen. Ik mag u uitnodigen voor de tweede dienst op deze zondag om 5:00. Zal er opnieuw een eredienst zijn hier in het kerkgebouw. En dan staan we stil bij het einde van de eerste zendingsreis van Paulus. Vanaf volgende week zullen de middagdienst om 4:30 beginnen. Dus neemt u daar goed nota van, 4:30 vanaf volgende week. Ik mag u wijzen op het vakantiebijbelfeest, wat er in de komende week aankomt. Woensdag 30 augustus. Flyers liggen al klaar. U ziet hier ook, wondermooi is het thema. Woensdag voor kinderen van 4 tot 11 jaar. En mag ik u nog een keer vragen om er niet alleen in het bed aan te denken, maar ook actief kinderen uit te nodigen. Of misschien hier te brengen of mee te nemen. Hoe dan ook, het zou zo fijn zijn als we niet alleen met kinderen van de gemeente, maar met vele andere kinderen ook dit Bijbelfeest mogen vieren. Het is van 4 tot 10 jaar en van 11 tot 2. En pannenkoeken bij de lunch. Nou, kijk aan, fijn. Komende zaterdag, dat is 2 september, staat er ook iets op de planning, namelijk de grote schoonmaak en opruimen. We willen eigenlijk wat kotten beneden leeg trekken. Het is misschien best wel fijn om in ieder geval vandaag, misschien ook zaterdag wel, wat jeugdwerkleiding eventueel bij te hebben. Die kan aanwijzen wat echt niet weg kan. Een opruimmoeder kan maar zo resulteren in rigoureus dingen weggooien. Dat moet natuurlijk niet. Maar we hopen voldoende mensen te hebben. Kijkt u in goed nieuws, daar staat die oproep ook. En het zou heel fijn zijn als we toch nog een behoorlijk aantal mensen mogen ontmoeten. Dus komende zaterdag om 11:00. Tot hoe lang? We zijn voor de zondag klaar. Nee, zonder gekheid. Zo'n 2:00 aanloop zo. En dat moet natuurlijk een beetje af hoeveel mensen er zijn, maar we gaan dat natuurlijk niet al te gek maken. Voor vragen, stel dus maar. En naar de rest. Komende zondag, een bijzondere zondag, dan zal Guido Groeneveld worden verbonden, bevestigd, uitgezonden voor zijn werk in Barcelona. We hebben een bijzondere dienst in de ochtend en dominee Groeneveld en ik zullen samen voorgaan in deze dienst. Dan zondag 10 september zal broeder Harry Koelbrugge bevestigd worden als diaken. Op die zondag willen we ook, of in die dienst, willen we ook het heilige avondmaal vieren. En dan zondag 10 september, zondag 17 september, dus weer een week later, is dan de startzondag met maandtijd. En inmiddels is dan ook de Bijbelexpositie hier neergestreken. Daarover is ook een brief rondgegaan deze week, omdat we best wel wat handen en helpers nodig hebben. Dus alstublieft, kijkt u eens hoe u betrokken kunt zijn. We zien uit naar de reacties. Ik kan na deze dienst nog wat hulp gebruiken bij het klaarmaken van de pakketten die verzonden worden naar de scholen. Alle materialen klaar, die tot gevouwen en enveloppen gestopt worden. Dus als er een paar mensen, 2, 3, dat zouden willen doen na de dienst, kom even bij mij, heel fijn. En er liggen al pakketten klaar, ongeadresseerd, ook voor scholen. En het is de bedoeling dat als u zelf werkt op een school waar wij nog niet van weten, die dus nog niet geadresseerd is, of dat u uw kinderen naar een school brengt, dat u zo'n pakket mee kan nemen en zelf kan overdragen aan de school waar u vaak komt. Mag ik u verder vragen, er liggen nog posters klaar om ze mee te nemen voor de bibliotheek
die ik deze week nou net nog moest bezoeken omdat vakantieboeken moesten worden teruggebracht of op bijzonderheden. En dat u even zo'n poster meeneemt en ophangt in de bibliotheek. Eén per bibliotheek is dan precies ook weer genoeg. Of ze moeten twee mooie prikborden hebben. Tot zover de bekendmaking. Er is veel om naar uit te zien dan en ook om voor te bidden. We feliciteren de jarige van afgelopen week. Dat was zuster Christiane de Grote, woensdag 23 augustus. Een hartelijke felicitatie. Ida Itembo, 26e. Op de 27e, laat het vandaag zijn, jullie vader denk ik. Van harte gefeliciteerd en de felicitaties namens de gemeente ook over. En ook jullie, vooral Alvarez, was jarig. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En wij gaan onze voorzang zingen. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht. En laat u die mogelijk daarvoor gaan staan.
Aan het begin van deze dienst belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, er is genade voor u. Barmhartigheid, vrede van God de Vader. Door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu Psalm 23 zingen. De Heer is mijn herder. Hoe donker het leven ook zijn, de Heer is bij ons. Deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij willen ons, nadat wij deze spiegel van Gods wil en wet gekeken hebben, voor God verootmoedigen. En dat doen we met een Engelse bewerking van Psalm 51. Herschep in mij een rein hart. Vernieuw in mij een vaste geest. En werp mij niet van uw aangezicht vandaan, o God.
staan in de Bijbel heel veel uitnodigingen. Uitnodigingen om te komen. Een van de heer Jezus bijvoorbeeld laat ik weten toen hij zei, kom tot mij alle die vermoeid en belast bent en ik zal u rust geven. Een uitnodiging om in te gaan in de rust, de vrede, de zachtmoedigheid van de heer Jezus Christus. De andere uitnodiging die ik u als genade verkondiging mee wil geven vinden in Jesaja 55, waar deze uitnodiging tot het heil van onze God staat. O alle dorstigen, kom tot de water. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede. En laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. We willen op deze uitnodiging ingaan door God onze lof en dank te brengen met Psalm 150 en daarvan het eerste vers. Loof God, loof Hem overal. En hou vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heer. Verblijf in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar hou u bij de nederen. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover, wij zingen nu ons lied van toewijding. Laat in u blijven, groeien en bloeien, o heiland die de wijnstok zijt.
Goedemorgen allemaal. Is er wel slot mee over? We zijn hier begonnen met het verhaal van één meneer van in de Bijbel. Wie weet dat nog? Een meneer die dankzij God heel goed was in het uitleggen van dromen. En zijn naam was... Wat zegt hij? Jozef. En met Jozef ging het eigenlijk goed. Hij was een hele belangrijke meneer geworden, dankzij de farao. Want hij had de farao zijn droom over de strohalmen en over de... Wat zei je? Koeien? Heel goed. Helemaal juist uitgelegd. Hij was de enige die dat kon. Hè? En Jozef die moest beslissen wie er van alle graan in Egypte mocht kopen. Want Egypte had wel nog graan en de andere landen, zoals Kanaan, niet, hè? Daar hadden de mensen heel veel honger. Ja, er was geen eten. En weet je wie dat er in Kanaan woonde in die tijd? Jozefs vader. Ik ging ook weer doen. Jacob en de broers van Jozef. En Jacob, dus vader, zegt tegen de broers: allee mannetjes, ga maar naar Egypte en vraag aan die belangrijke meneer daar, want Jozef heette toen niet Jozef, of ze graan mogen kopen, of jullie graan mogen kopen. En dat doen ze, ze gaan naar Egypte en ze komen bij Jozef. Ze knielen neer voor Jozef, net zoals in de dromen van Jozef, toen ze nog jonger waren. Weten jullie dat nog? Ja, wat gebeurde er toen? Jozef, die had iets gedroomd over de broers, eigenlijk, die bogen voor hem. En die broers, die vonden dat niet leuk, hè? Maar kijk, het is wel uitgekomen. De broers knielen neer bij Jozef. En Jozef, die ziet die broers daar en die herkent hij. Hij herkent zijn broers. En zijn broers die daar op de grond knielen, die herkent Jozef niet. Nee, want hij had andere kleren aan, hij had een andere naam. Ja. En Jozef wist nog heel goed wat ze met hem hadden gedaan. Weten jullie dat nog? Wat de broers met Jozef gedaan hadden? Ze hadden die in de put gegooid. Ja, want ze waren dus boven die droom. En wat hadden ze nog gedaan, Sifkatje? Ze hadden hem eerst in de put gegooid en daarna... En gekocht naar Egypte. Ze hebben hem gekocht als een slaaf en toen werd hij naar Egypte gebracht. Heel goed. En Jozef, was hij daar nog altijd? Was hij daar nog blij mee? Je was dus eigenlijk nog altijd een beetje... Goed. Hij bedacht daarom een plannetje. Hij was heel streng tegen zijn broers en zei... Jullie zijn zeker spionnen. Weet jullie wat een spion is? Kan je dat een beetje uitleggen? Heel goed uit. Dat zijn mensen die eigenlijk doen alsof dat ze iemand heel braaf zijn. En ondertussen bespieden ze die en houden ze die stiekem in toog. Want eigenlijk hebben die ook een plannetje om het stout te gaan doen. Zoals iemand aanvalt of een land. En Jozef, die zegt dat dus over zijn broer. Jullie zijn spionnen. Nee, zegt de broers. Nee, we zijn eerlijke mensen. We zijn met 12 broers. Eén, onze jongste broer Benjamin, die is nog thuis bij onze vader. En eentje leeft niet meer. En wij wonen in Kanaan. Onzin, roept Jozef boos. Ik weet het wel, jullie zijn oneerlijke mannen. In de gevangenis, jullie. De broers zijn wel bang. Wat loopt het mis? Ze moesten gewoon graan gaan kopen en nu zijn ze in de gevangenis. 3 dagen later zegt Jozef, één van jullie blijft hier in de gevangenis. Jullie bewijzen dat jullie eerlijk zijn. Door mijn andere broer te laten zien. Jullie moeten hem gaan halen.
Ik zal anders weten dat jullie spionnen zijn als jullie dat niet doen. Neem wat graan mee naar huis, zodat jullie de honger al kunnen stillen. De broers zijn bang, heel bang, want ze weten dat hun vader niet zo snel Benjamin zal willen laten gaan. Want hij heeft schrik dat hij Benjamin zal verliezen, zoals hij Jozef is verloren. Hè? Eigenlijk is het een vader Jacob en zijn zoon Jozef al kwijtgeraakt. Dat zou hen veel te verdrietig maken. En die broers, die beginnen met elkaar te praten. Maar die praten eigenlijk Hebreeuws met elkaar, terwijl ze al net heel een tijd met een tolk aan het praten waren. Weet jullie wat een tolk is? Een tolk is iemand die, want er zijn verschillende talen in de wereld, een tolk is iemand die van de ene taal de andere kan vertalen, zodat de andere het goed kan begrijpen. Maar nu waren ze dus Hebreeuws aan het praten met elkaar. En ze zeggen tegen elkaar, we zitten nu in de puree, omdat we zo slecht waren voor Jozef. Dit is onze eigen schuld. We hadden moeten luisteren naar Jozef toen hij in de put was. En nu wordt er niet naar ons geluisterd. Zijn broer, en die heet Ruben, die zegt, zie je wel, ik heb het nog zo gezegd. Jullie hebben niet geluisterd. En daarom overkomt dit ons nu. Maar Jozef, die verstaat het. Dat is de broer. Die verstaat elk woord. En hij moet zich even omdraaien, want hij heeft al die woorden gehoord. En hij moet een beetje huilen, want hij moet heel erg denken aan zijn broers en zijn vader en Benjamin. Eén broer, Simeon, moet in de gevangenis blijven, terwijl de rest naar huis gaat om Benjamin te gaan halen en het graan af te geven. De broers zijn nog altijd heel bang. Het verhaal gaat eigenlijk hier nog een heel stuk verder. De broers keren terug naar Jacob en zullen op hun reis nog meer pech hebben, nog meer schrik hebben. Maar dat hoor je verder straks wel in de preek. Maar dat is nu al wel een flink in boterham. Jozef die zijn broers terugziet en die dan een plannetje heeft. De broers die schrik krijgen en denken dat Benjamin gaan halen ook niet gaat lukken. Het is nu al een regelrechte ramp. Op dat moment geven ze aan elkaar toe dat ze Jozef heel slecht behandeld hebben. En dat ze ervoor gestraft worden. Dat hadden ze eigenlijk nooit mogen doen. Ze hadden zoveel jaren rondgelopen met hun gemeengeheim. Nooit was het uitgekomen. Ze voelden zich verdrietig, ja? Wat zei je, Sifra? Ze voelden zich schuldig, hè? Ze konden er nu niet langer meer om in kijken. Dit was allemaal hun eigen schuld. Uit dit verhaal leren we eigenlijk iets. We leren dat als we iets fout doen, dat we dat moeten. Moeten we dat voor onszelf houden? Nee. Wat moeten we daarmee doen, Lydia? Sorry, we moeten dat ook gewoon vertellen. We kunnen dat vertellen tegen de persoon aan wie dat iets fout hebben gedaan. Maar we kunnen er ook voor. Bidden, ook zo wel. Ja. Want God zal je schuldig, het gevoel dat je krijgt als je je schuldig voelt, zal het liever willen vergeven dan dat je er blijft mee zitten. Dus dat is heel belangrijk dat we dat eerlijk toegeven. Anders blijft het altijd een beetje aan ons dragen. En God vergeeft het ons als we het hem eerlijk toegeven. Ja? Gaan we dat goed onthouden? Dan gaan we nu nog een lied zien. Thank you.
Kinderen van tot jaar 7, ze willen kunnen mee naar beneden om het te kleuren tijdens de schriftlezing en verkondiging. Laten we voordat we het Bijbelgedeelte uit het woord gaan lezen, laten we samen bidden onder de leiding van de Heilige Geest. Laten wij samen bidden. Heere, almachtige, barmhartige God en Vader, we willen u prijzen en danken dat we deze dag mogen ontvangen, ook als gemeente, en elkaar mogen ontmoeten. Dat we een bijzondere dag hebben. Eén dag in de week waarin we tot rust mogen komen, maar dan tot de rust die u geeft. U zegt, kom tot mij alle die vermoeid en belast bent en ik zal u rust geven. Geef ons die rust van de overgave. Stil vertrouwen op u. Heer, we willen u prijzen om uw grote daden die u doorheen de tijd hebt gedaan, ook in de geschiedenis van uw volk Israël, dat u uw woord aan ons hebt gegeven, toevertrouwd, waarin u zichzelf bekend maakt, dat u uw zoon gaf, de redder der wereld. We willen u daarvoor danken en prijzen. Ook willen we ons voor u buigen. Ons klein maken voor u. En beleiden. Heere, al die zegeningen die u aan ons geeft, hebben we niet verdiend. We zien in het bittere lijden en sterven van de Heer Jezus Christus hoe diep onze val is. Onze zonde en schuld, dat dit nodig was. We hebben gekeken in de spiegel van uw wet en moeten u beleiden. Heere, wij hebben gezondigd. Wilt u het ons vergeven? Neem alles weg wat niet past bij uw heilige wil. En bij het evangelie van de Heer Jezus Christus. En mogen we zo met de Heer Jezus sterven en opstaan in een nieuw leven. Een leven van navolging, discipelschap, toewijding, liefde en dankbaarheid. In ons leven zien we vaak veel van het oude. Mogen we ook dat herkennen, dat u uw werk in ons leven doet en dat we in het goede nieuws van de Heer Jezus Christus een nieuwe levensweg ontvangen. Heer, wij willen uw woord lezen. Spreek daardoor tot ons. Het is uw eigen woord wat u door de eeuwen heen gebruikt hebt om uw kerk te bouwen, om mensen tot bekering te brengen. Om geestelijk voedsel te geven, om onze levensweg te vervolgen. Wij bidden van u, spreek door tot ons. Geef dat we het goed kunnen begrijpen. En dat we ook echt zien wat u tegen ons te zeggen heeft. Ja, spreek ons aan, in het diepst van ons hart. Zeg ons in verbondenheid met heel uw kerk. Hier in deze plaats, in deze stad, maar ook wereldwijd. Laat uw koninkrijk komen, mogen er velen bijkomen op deze dag die zich overgeven aan u en u kennen. Heer, gebruik deze dag om onze vele harten te vullen met het verlangen naar uw eer en glorie. Heer, hoor ons gebed in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Wij lezen in de Jozefgeschiedenis verder, dus als u de afgelopen tijd nog niet hier geweest bent, dus Jozef had op de voet aan het volgen. Wij lezen nu Genesis 42. Jozef is inmiddels onderkoning van Egypte en heeft het beheer over de voorraden, koren. En dan komen de broers en daar gaan we over lezen in Genesis 42. Daar lezen we Gods woord als volgt. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zei Jacob tegen zijn zonen, waarom kijken jullie elkaar aan? Verder zei hij, zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is,
Trek erheen en koop daar koren voor ons, zodat wij in leven blijven en niet sterven. Toen vertrokken 10 broers van Jozef om koren uit Egypte te kopen. Maar Benjamin, de broer van Jozef, stuurde Jacob niet mee met zijn broers, want hij zei, anders zou hem een ongeluk kunnen overkomen. Zo kwamen de zonen van Israël daar aan om koren te kopen, te midden van anderen die kwamen, want er was hongersnood in het land Kanaan. En Jozef, hij was de machthebber over dat land, hij verkocht koren aan de hele bevolking van het land. De broers van Jozef kwamen en bogen zich voor hem neer met het gezicht ter aarde. Toen Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij deed zich tegenover hen voor als een vreemde en sprak harde woorden tot hen. Hij zei tegen hen, waar komt u vandaan? Zij zeiden, uit het land Kanaan om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet. Toen dacht Jozef aan de dromen die hij over hen gekregen had. En hij zei tegen hen, u bent spionnen. U bent gekomen om de onbeschermde plekken van het land te bekijken. Ze zeiden tegen hem, nee mijn heer, uw dienaren zijn gekomen om voedsel te kopen. We zijn allemaal zonen van één man. We zijn eerlijke mensen. Uw dienaren zijn geen spionnen. Maar hij zei tegen hen, nee, u bent wel gekomen om de onbeschermde plekken van het land te bekijken. Zij zeiden, wij uw dienaren waren 12 broers. Zonen van één man in het land Kanaan. En zie, de jongste is heden nog bij onze vader. En één is er niet meer. Maar Jozef zei tegen hen, het is zoals ik tot u gesproken heb, u bent spionnen. Hiermee zult u beproefd worden. Zo waar de farao leeft, u zult niet van hier vertrekken, tenzij dat uw jongste broer hier komt. Stuur er één van u terug om uw broer te halen, terwijl u gevangen blijft. Zo zullen uw woorden beproefd worden om te zien of u de waarheid spreekt. Zo niet, zo waar de farao leeft, dan bent u spionnen. En hij hield hen gezamenlijk 3 dagen in hechtenis. Op de 3e dag zei Jozef tegen hen, doe dit, zodat u een leven blijft, want ik vrees God. Als u eerlijke mensen bent, laat dan 1 van uw broers gevangen blijven in het huis waarin u in hechtenis bent. U echter ga koren brengen om de honger van uw gezinnen te stillen. En breng uw jongste broer naar mij toe. Dan zullen uw woorden bewaarheid worden en u zult niet sterven. En zij deden zo. Toen zeiden zij tegen elkaar, werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte, maar wij gaven hem geen gehoor. Daarom komt deze benauwdheid over ons. Ruben antwoordde hun, heb ik het jullie niet gezegd? Bezondig je niet aan deze jongen, maar jullie luisterden niet. Zie, nu wordt er vergelding geëist voor zijn bloed. Zij wisten echter niet dat Jozef het verstond, want er was een tolk tussen hen. Toen wendde hij zich van hen af en huilde. Daarna keerde hij naar hen terug en sprak met hen. Hij nam Simeon uit hun midden en liet hem voor hun ogen vastbinden. Jozef gaf de opdracht hun zakken met koren te vullen, bij ieder het geld in zijn zak terug te leggen en hun proviant voor onderweg te geven. Zo deed men voor hem. Zij laden hun koren op hun ezels en gingen vandaar op weg. Toen een van hen zijn zak opendeed om in de herberg zijn ezelvoer te geven, zag hij zijn geld. Zie, het lag boven in zijn zak. Hij zei tegen zijn broers, mijn geld is teruggelegd, zie toch, het zit in mijn zak. Toen ontzonk hun de moed. Bevend zeiden zij tegen elkaar, wat is dit dat God ons heeft aangedaan? Ze kwamen in het land Kanaan bij hun vader Jacob en zij vertelden hem wat hen overkomen was. Die man, de heer van het land, sprak harde woorden tegen ons en hield ons voor spionnen van het land. Maar wij zeiden tegen hem, wij zijn eerlijke mensen, we zijn geen spionnen. Wij waren 12 broers, zonen van onze vader. 1 is er niet meer en de jongste is heden nog bij onze vader in het land Kanaan. Toen zei die man, de heer van dat land, tegen ons, hierdoor zal ik te weten komen dat u eerlijke mensen bent. Laat 1 van uw broers bij mij, neem koren mee om de honger van uw gezinnen te stillen en ga op weg. Breng uw jongste broer naar mij toe. Dan zal ik weten dat u geen spionnen bent, maar eerlijke mensen. Uw broer zal ik aan u teruggeven en u kunt vrij in het land rondtrekken. En het gebeurde toen zij hun zakken leegmaakten, zie ieders geldbuidel zat in zijn zak. Zij zagen hun geldbuidels, zij en hun vader, en zij werden bevreesd.
Toen zei Jacob hun vader tegen hen, jullie beroven mij van kinderen. Jozef is er niet meer en Simeon is er niet. En nu willen jullie Benjamin ook nog meenemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Toen zei Ruben tegen zijn vader, u mag twee van mijn zonen doden als ik hem niet bij u terugbreng. Geef hem in mijn hand en ik zal hem bij u terugbrengen. Maar hij zei, mijn zoon zal niet met jullie meetrekken, want zijn broer is dood en alleen hij is overgebleven. Als hem een ongeluk overkomt op de weg die jullie zullen gaan, dan zullen jullie mijn grijze haar met verdriet in het graf laten neerdalen. Tot zover lezen wij Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van de Heere onze God horen en bewaren en doen. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 32, ik kom daar straks nog heel even op terug. Psalm 32, de eerste twee versen als inleiding op de prediking. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Er zijn soms familievetes, verwijderingen, conflicten die weinig hoopgevend zijn. Je denkt, gaat dit ooit nog goed komen? Het conflict is diep. Er is misschien wel te veel gebeurd. Soms lukt het toch nog om weer met elkaar in gesprek te komen. En altijd weer is een van de lastigste vragen in van dat soort conflictoplossende gesprekken, hoeveel moet er nou op tafel komen van alles wat er is gebeurd? De ene kant is het natuurlijk helemaal waar dat je niet zomaar aan alles voorbij kan gaan en dat je kan zeggen, nou, we doen maar gewoon alsof er niks is gebeurd. Dan is er geen echt herstel, dan is er geen echte vergeving en ook geen echte genezing mogelijk. Er moeten dingen uitgesproken worden, eerlijk in het licht gesteld worden. Maar er is ook een valkuil aan de andere kant,
En ik heb dat ook wel meegemaakt, dat mensen zeggen, ja, maar ik wil pas mijn vergeving geven als ik volledig voel en overtuigd ben dat de spijt van een ander oprecht is. Ik noem dat wel eens het laten kronkelen van de ander. Dus dat je zegt, ja, de ander zegt wel dat het hem spijt, maar ik zie hem niet genoeg diep in het stof zitten. En dan wordt dit er nog bijgehaald en dat er nog bijgehaald. En toen zei je dit en de ander wordt er als het ware niet mee geconfronteerd, maar mee om de oren geslagen. Dat is ook niet de weg om een conflict uit de weg te krijgen. Denk het over deze dingen. Hoe is dat bij God? De Bijbel zegt, ik kom daar straks nog even op terug, maar de Bijbel zegt onomwonden dat het nog geen mens gelukt is op deze wereld om zonder schuld te leven. Niemand. De Bijbel zegt ook heel duidelijk dat God een God is die graag vergeeft. En er staat erbij dat hij voorbij gaat aan de schuld en niet en nooit meer aan denkt. Dus er is bij God vergeving, bevrijding, genezing. Een nieuw begin. Maar als God vergeeft, is dat nooit een zomaar voorbijgaan aan de schuld. Er is, vertelt de Bijbel ons, voor betaald. Er is een lange lijdensweg geweest die God zelf op zich heeft genomen. En als je daarna kijkt naar het lijden van de Heer Jezus Christus, dan zie je daarin iets van zijn geweldige liefde. Maar je ziet daarin ook iets van onze geweldige val en onze schuld. We zongen Psalm 32. Een psalm die zegt dat mijn botten uitdroogden omdat ik wist ik ben schuldig, maar ik zeg niks. Ik leef met een stuk schuld, maar ik verdring het. Ik wil er niet aan denken. Ik weet, ik moet er iets mee, maar ik duw het weg en ik word van binnen opgegeten. Dat hebben we zo ongeveer, ik formuleer het even in eigen woorden, met Psalm 32 gezongen. Maar dan ook dat geweldige bevrijdende. Toen ik het niet meer volhield in mijn zonde, beleed ik alles. Ik zei onomwonden, mijn overtreding, Heer, beschuldigt mij. Psalm 32. En daarna, toen vergaf u graag. U sprak mij vrij. Het is een van de twee psalmen, ook psalm 51, die we zongen in het lied Create Me a Clean Heart. Psalmen die geschreven zijn door iemand die lang zijn schuld van overspel en moord had weggeduwd in zijn leven. En er eigenlijk wel dacht prima mee te kunnen leven, koning David. Maar toen hij geconfronteerd werd met zijn schuld, hoe pijnlijk ook, heeft hij in die weg van eerlijk worden voor God en mensen geleerd wat bevrijding is en vergeving en herstel. Die confrontatie, die ontmaskering is zo heilzaam. We zien de broers naar Egypte gaan. Geweldig verhaal. Je zou ervoor op het puntje van je stoel gaan zitten. Wat zal er nu gebeuren? De rollen zijn totaal omgekeerd. Wat gaat Jozef doen? En wie gaan ze tegenkomen in Egypte? Jozef? Nee, ze gaan eerst zichzelf tegenkomen in Egypte. Ik geef deze preek als thema mee, heilzame confrontatie met je eigen schuld. Heilzame, goede confrontatie met je eigen schuld. We verplaatsen ons naar de tenten van Jacob en de familie. Best grote familie inmiddels. 70 bij elkaar als er eens een familiedag georganiseerd wordt. Inclusief aanhang vanzelf en kinderen. Ook daar in het land Kanaan zijn de jaren van overvloed voorbij. En inmiddels zijn de magere, de hongersnoodjaren aangebroken. Droogte en rantsoenen. Het is inmiddels 22 jaar geleden dat ze Jozef nog net niet hebben doodgeslagen, maar in plaats daarvan verkocht aan een stel handelaars richting Egypte als slaaf.
En het is dus inmiddels ook al 22 jaar lang dat ze hem hebben doodgezwegen. Denkt u nog maar eens even mee, hoe kom ik aan die 22? 13 jaar in de gevangenis, dat heb ik u de vorige keer al eens voorgerekend. Dan nog 7 jaren van overvloed. En laten we zeggen nu 2 jaar van honger, dat de voorraden opgaan, opraken. En mensen zeggen, nu moeten we toch echt naar Egypte gaan. Het koren raakt op. Van de handelaars horen ze, we zijn in Egypte geweest en als je ergens koren wil vinden moet je in Egypte zijn. Er is iets bijzonders, daar hebben ze gespaard, ze hebben overvloed en ze hebben ongetwijfeld gevraagd, beste handelaars, kunnen we wat koren van jullie kopen? Maar die handelaars zeggen, we hebben zoveel als we konden betalen en mee konden nemen voor onze eigen stammen, clans. Je zult toch echt zelf naar Egypte moeten? En Jacob zegt dan in vers 2 tegen die zoons van hem, zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is, trek erheen en koop daar koren voor ons, zodat wij in leven blijven en niet sterven zullen. En hij zegt in vers 1, daarbij, waarom kijken jullie elkaar aan? De broers hebben elkaar aangekeken en ze stellen uit. Egypte, daar denken ze toch liever niet aan. Want het herinnert ze aan hun daad, die ene dag van hun leven, 22 jaar geleden. Het geroep van Jozef, zijn smeekbeden klinken nog na in hun oren, zelfs na 22 jaar. Ze willen er niet aan denken. Maar ze leven met die schuld en ze gaan het verdringen, wegstoppen. Ze hebben hun gedachten ervoor afgesloten. Ze hebben geprobeerd in de leugen te geloven. Hij leeft niet meer, het is gewoon voorbij. En ze leven nog altijd jaar in jaar uit in die leugen die ze hun vader Jacob hebben verteld. Hij is door een wild dier omgekomen terwijl ze hem als slaaf hebben verkocht, een bloedeigen broer. Leven met een groot en erg geheim, dat kan je verteren van binnenuit. Leven met schuld uit het verleden. Je verdrinkt het. Het is misschien al helemaal verdrongen en toch leef je ermee. Er zijn momenten dat je kunt genieten van de dingen om je heen, maar altijd is het er in je leven. En het vreet aan je. Waarom kijken jullie elkaar aan? Nee, ze denken liever niet aan Egypte. Ze komen er ook liever niet. Ze gaan liever de confrontatie met hun schuld uit de weg. Toen vertrokken ze. Zegt vers 3. Ze kunnen moeilijk anders, ze gaan. Benjamin niet, de jongste broer van Jozef, ook van moeder Rachel, de enige echte volle broer zou je kunnen zeggen. Het verdriet om Jozef bij Jacob vertaalt zich naar extra voorzichtigheid als het om Benjamin gaat. Nee, Benjamin blijft bij mij. De broers komen bij Jozef. Vers 7 zien we, en dat begrijpen we ook wel, hij herkende hem. Zij herkennen hem niet. Jozef heeft hier al die tijd op gewacht. Waarom hij niet eerder naar Kanaan is gegaan, ik weet het niet. Zag hij dat niet zitten? Lieten zijn verantwoordelijkheden het niet toe? Of wachtte hij op een moment dat God zelf voor de vervulling van deze dromen in zou staan? Hij heeft tijd gehad om na te denken. Wat doe ik als die 10 broers komen? Misschien heeft hij wel een signalement uitgezet bij zijn verschillende kantoors. En toen hij een signalement kreeg dat paste bij die 10 broers, dat hij direct daar naartoe is gegaan. Of gezegd heeft, breng ze daar naartoe, want ik wil hen ontmoeten. Ongetwijfeld heeft hij lang na kunnen denken over een plan. En dan zijn ze daar en ze buigen voor hem neer. En Jozef zegt vers 8, denkt aan die dromen van die korenschoven, die sterren die voor hem neerbogen. Wat doet Jozef dan? Er staat niet voor niets precies omgekeerd in vers 7 toen Jozef zijn broers zag. 22 jaar geleden was het precies andersom. Toen die broers Jozef zagen, toen hadden ze geen kwartier nodig om een moordplan te bedenken. Dat toch ternauwernood voorkomen werd en hij in de put gegooid en verkocht. Toen hij zijn broers zag. Dan hou je je adem in en denk je, wat gaat Jozef doen? Hij heeft alle tools, alle macht, alles in handen om ze te pijnigen, om ze uit te knijpen, om hun gezinnen over te geven aan de honger, om wraak te nemen, om ze te laten kronkelen.
Maar dat doet hij niet. Hij maakt zich ook niet bekend. En hij zegt ook niet, nou het is allemaal wel goed ook. We hebben het er niet meer over 22 jaar geleden. Het is verjaard. Zo komt er geen echt herstel. Hij gaat ze op de proef stellen. En hij gaat ze stap voor stap in de spiegel laten kijken. Dat is heel moeilijk als je zelf onderdeel van een conflict bent. Meestal kun je beter er iemand anders bij halen. Die de rust wat beter kan bewaren. Om te voorkomen dat je laat kronkelen. Maar Jozef die handelt niet vanuit onverwerkte woede. Maar vanuit verwerkt verdriet. Hij haalt tranen. Hij is bewogen met zijn broers. Hij neemt geen wraak. Hij confronteert ze wel. Spionnen zijn jullie. Het is een grote beschuldiging. Het kost ze de kop als het waar is. En ze moeten in de verdediging. Ze zeggen dan, we zijn eerlijke mensen. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar dat woord eerlijke mensen is een paar keer teruggekomen in onze schriftlezing in Genesis 42. En dat woord schrijnt natuurlijk aan alle kanten. Ze staan daar voor Jozef. Jozef zit daar met die ene dag en met 22 jaar in zijn hart en in zijn hoofd. Hij ziet zijn broers daar liggen. Zegt, jullie zijn spionnen. En het eerste wat ze zeggen is, we zijn zulke eerlijke mensen. Maar Jozef weet wel beter. Ze zijn in ieder geval zo eerlijk geweest dat ze Jacob nooit de waarheid hebben verteld. We zijn eerlijke mensen. Later komt Jozef daar nog op terug. Als jullie dan eerlijke mensen zijn, dan blijft Simeon hier in de gevangenis en dan ga je Benjamin maar eens halen. Als jullie eerlijke mensen. We zijn eerlijke mensen. En ze willen duidelijk maken dat het niet zomaar spionnen zijn door te vertellen over hun familie. We waren met 12. En moet je je voorstellen, daar staat Jozef, daar liggen die broers geknield en ze zeggen, we zijn geen spionnen, we waren met 12. Eentje is thuis en één is er niet meer. Daar ligt die 22 jaar in die korte zin. Eén is er niet meer. Meer wordt er niet over gezegd. Hun aandeel niet, die is er niet meer. En wat doet Jozef dan? Die zegt, nee, jullie zijn spionnen, jullie gaan de gevangenis in. En ik moet jullie jongere broer hebben. En eerst zegt hij, en hij zondert steeds, let maar eens op, hij zondert steeds één af. Daarmee confronteert hij. Hij zet er steeds één apart. Hij zegt, één gaat terug en haalt hem op. En hij laat ze dan 3 dagen in de gevangenis zitten. En dan draait hij het om en zegt hij, nou goed, 1 blijft en de rest gaat terug. En dan zitten ze daar die 3 dagen in de gevangenis. Onder verdenking van spionage. En wat gebeurt er dan met zo'n groep mannen, 10? Die zijn gaan nadenken. En die zijn hier die 3 dagen verder gekomen dan in 22 jaar. Want het is zo bijzonder om dan in vers 21 te lezen. Dan staan ze na die 3 dagen in de gevangenis weer voor Jozef. En ze hebben natuurlijk het idee dat hij geen woord verstaat van wat ze zeggen. Want hij laat er een tolk tussen staan. Hij verstaat zelf alles wel. En dan zeggen ze zo, ze hebben het nog tegen elkaar. Werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Kijk, daaraan zie je dat het helemaal niet verwerkt is, die schuld uit het verleden. Dat het verdrongen was, maar op die belangrijke momenten komt het weer omhoog en je moet er iets mee. Wij zijn schuldig vanwege onze broer. Dan pas lezen we wat we nog niet eerder in de Jozef-geschiedenis hebben gelezen, namelijk wij zagen zijn zielsbenauwdheid. We zagen hem in zijn ogen, we hebben de angst in zijn ogen gezien toen we hem grepen. En toen we uit de put omhoog trokken. Toen hij ons om genade smeekte. Maar wij niet luisterden, wij verkochten hem aan die slavenkaravaan. Maar wij gaven hem geen gehoor. Daarom komt deze benauwdheid over ons. Ze linken dat nog helemaal niet aan die harde meneer daar in Egypte. Maar ze ervaren hun gevangenschap als iets wat hen stilzet bij een onbetaalde rekening. Als het begin van echt schuldbesef. Nee, ze zijn er nog niet klaar voor om in het reine te komen. Dat merk je wel als ze later bij Jacob terugkomen. Daar staat er en ze vertelden alles wat er in Egypte is gebeurd. Maar ze vertellen niet alles wat er in Egypte is gebeurd. Want ze zwijgen in alle talen over vers 21. En hoe ze dat beleefd hebben. En hoe ze met elkaar in gesprek zijn gekomen over het verschrikkelijke wat ze hebben gedaan. En ze laten Jacob nog steeds in de waan dat Jozef door een wild dier is omgekomen. Als u eerlijke mensen bent, waren ze niet. Maar ze kunnen het worden. En kijkt u dan eens even mee naar vers 21. En daar staan ze allemaal, ze worden binnengebracht in het huis van Jozef. Jozef is er al bij, maar ze praten nog met elkaar. En Jozef hoort dit. En hij hoort Ruben dan opeens zeggen, heb ik het jullie niet gezegd?
Ik zei nog zo bezondig je niet aan deze jongen. Ik was het die hem niet wilde doden. En ik wilde hem eigenlijk ook nog uit de put omhoog halen. Maar jullie luisterden niet. En nu wordt er vergelding geëist voor zijn bloed. Wat vindt u daar nou van? Van die Ruben. Wat vindt u daarvan? Dat hij dit zegt. Hij heeft ergens gelijk. En toch heeft hij ook geen gelijk. Het verdedigen van jouw eigen aandeel, het je verontschuldigen of het wijzen naar anderen, zit er zo diep in. Het begint al in het begin van de Bijbel ongeveer, bij de zondeval, dat Adam en Eva gaan wijzen naar elkaar en zeggen, ik heb het niet gedaan, zij. En zij zegt, ja, maar de slang. Afschuiven. Tuurlijk heeft hij iets gelijk. Ik heb me ook afgevraagd, waarom moet Simeon vervolgens blijven? Heeft Jozef daar gestaan en toch gedacht, nou Ruben is blijkbaar de kwaadste toch niet geweest. Ik laat hem maar gaan en dan hou ik Simeon, de tweede oudste, maar achter. Dat weet ik eigenlijk niet precies, zou kunnen. Maar zeg eens, wat vindt u nou van Rubens verontschuldiging? Na 22 jaar één te zijn geweest in de leugen naar hun vader. En terwijl hij toen wel zijn plannen had, maar er niet voor is gesprongen te zeggen, je komt niet aan Jozef. Maar hij heeft het toch laten gebeuren. Hij was één van hen. En die houding van Ruben geeft mij, en ik hoop ook eigenlijk u en jou, veel te denken. Ik zei al, en ik zei ook, ik zal er nog even op terugkomen, niemand van ons mensen is in staat om zonder schuld in deze wereld te leven. Ik moet daar nu iets bij zeggen. Ik kan me voorstellen dat je dan direct denkt, ja, maar is er dan geen verschil? Ik heb geen verdrongen schuld, zegt u misschien. En het kan, ik ga het u niet aanpraten. Ik heb niet zo'n onbetaalde rekening. Hoewel, hebben we niet allemaal herinneringen aan fouten uit het verleden. Of dat we een moment in ons leven hebben gekend dat we nadelig waren voor andere mensen. Hen misschien zelfs beschadigd hebben. Maar goed, ik geef het toe, niet iedereen is even slecht. Uitroepteken of vraagteken. Misschien zegt u, ik misbruik geen mensen. Ik heb geen broer verkocht. Ik leef netjes. Ik praat het u niet uit het hoofd. Ik probeer een ander geen kwaad te doen. Goed. Dat is allemaal waar, hè? Maar dan is daar Ruben ook. We lijken zo op hem, denk ik. Omdat we niet zo erg waren, maar er ook maar weinig aan deden. Dat. We zijn zo erg niet. Maar we dragen mee de schuld van deze wereld. Waarom denk ik dat? Je moet blijkbaar, zo vertelt dit hoofdstuk ons, zelf eerst in de benauwdheid komen om echt open te staan voor het leed van anderen. Is vaak zo, hè? Die broers moeten eerst zelf weliswaar 3 dagen in de gevangenis zitten en in de piepzak zitten, totdat ze zeggen, we hebben schuld. Daarvoor niet, houden ze 22 jaar uit om niet naar Jozef te gaan vragen en niks aan Jacob te vertellen. Soms moeten we eerst zelf op de vlucht geslagen zijn om iets in te voelen van wat een vluchteling doormaakt. Eerst zelf in de gevangenis gezeten te hebben, zodat we eens aanvoelen wat dat is. Moeten we eerst zelf eens armoede ervaren hebben om echt vanuit ons hart te gaan geven aan armen. Moeten we zelf eens misbruikt of verhandeld zijn om echt te geven om mensen die het meemaken. Is dat niet waar? Mag ik u dan eens vragen, ligt daar dan niet ook onze schuld? Waar wij nu allemaal eigenlijk willen opspringen en te zeggen, maar wij kunnen er niks aan doen. En eigenlijk dan misschien maar weer blijven zitten met de gedachte, en misschien willen we het ook niet. Misschien willen we het ook niet. De uitbuiting, het economisch misbruik van de armen. De marktwerking, weten we hoe het beter kan? Maar de slachtoffers, sommigen leven op de rand en velen staan in de kou. Hebben we daar schuld aan? Ik heb niets gedaan. Dat is het juist. Ook daar ligt in deze harde wereld
onze schuld. We kunnen als Ruben klaarstaan om te zeggen, en ik had goede bedoelingen. En ik deed uiteindelijk toch niet mee. Mag ik u meenemen dan naar iemand die zoveel hoger staat dan Jozef, God zelf. God neemt ons mee naar de kribbe van Bethlehem en plaatst ons daarnaast waar God de mensheid gaat dragen en zich in een voerbak laat leggen. Hij kijkt ons aan en zegt, dit was nodig voor de wereld, maar niet voor u, voor jou. En hij neemt ons mee naar Gethsemane, waar Christus bidt en in angst is. En hij neemt ons mee naar Golgotha, waar hij lijdt en sterft. Daar zien we zijn liefde, roepen we nou altijd direct. En het is waar. Maar daar kijken we ook ons eigen verleden, ons eigen heden. Daar kijken we onszelf in de spiegel. Daar zien we de schuld van de wereld, onze schuld. En daarom wil ik u vragen en mijzelf eerst vragen, zijn wij eerlijke mensen? Hoe dan? Zijn we eerlijke mensen? Als de broers van Jozef. Wij zijn eerlijke mensen, geen spionnen. Maar we zijn niet eerlijk voor God en voor elkaar. Zijn wij eerlijke mensen zoals Ruben? Het is waar, hij had betere bedoelingen. Zijn wij eerlijk voor God? Eerlijk over wie wij als een van de vele mensen zijn in Gods wereld. Waar mensen elkaar naar het leven staan en uitbuiten en voordeel trekken van elkaar. Heilzaam die confrontatie. Als er een moment in ons leven komt, vandaag al geweest, dat God ons confronteert en zegt, het ziet er allemaal zo goed uit in je leven. Maar ik gaf mijn zoon niet voor niets. Kijk mij in de ogen. En kom dan eens ervaren wat het is om tot op de grond en op de bodem te zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. En dan te ervaren dat er bij God bevrijding en vergeving is. Een nieuw begin. Een begin vanuit die weg van eerlijk belijden. De vrede vinden met God, de naaste, de echte bevrijding van onze Heer Jezus Christus. Paulus schrijft aan de Romeinen, er is niemand rechtvaardig. Er is niemand die God zoekt. En daarom heeft God zijn Zoon te geven, opdat hij zou betalen voor de schuld en vergeving zou uitdelen. Met tranen van verwerkt verdriet houdt Jozef de broers de spiegel voor, zonder hardheid, al spreekt hij harde woorden. Zo komt God ons met zijn woord vanmorgen tegemoet en zegt, je hebt mijn vergeving en genade maar al te hard nodig. Soms spreekt hij harde woorden, maar met tranen van bewogenheid om onze vrede. Amen. We gaan het volgende lied samen zingen. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het lam. En nadat we dit gezongen hebben, heeft u de gelegenheid, de Heere, ook met uw gaven te dienen. Er is dan een collecte.
We willen in ons gebed in het bijzonder denken aan zuster Annie Ruits, die komende week opnieuw een ingreep moet ondergaan in het vervolg op eerdere ingrepen. Laten we ook voor haar bidden. Laten we samen bidden. Heren, het is geweldig voorrecht en een groot wonder als u ons laat merken dat we nooit ons hoeven verstoppen voor u. Het kan ook niet, het heeft ook geen zin en we proberen het zo vaak. Maar dat we het ook niet eerst op orde hoeven te krijgen voordat we bij u mogen aankloppen. Want we mogen bij u komen met alles wat overhoop ligt in ons leven. Met de brokstukken, de chaos, de schuld, de zonde. Omdat u die op het diepste ziet en uw eigen zoon heeft gegeven om het zelf te gaan doen. En te gaan dragen. En we willen u prijzen daarvoor en danken. Dat er bij u vergeving en genezing is en volledige bevrijding. Een nieuw begin. Heer, geef dat we niet te goed voor zijn, maar dat we de vreugde daarvan mogen ervaren. Heer, we kunnen daarmee zitten. We moeten toch. Er is zoveel leed in deze wereld. In structuren, in wat mensen doen. In wat wij doen. En nalaten te doen. Heer, vergeef en genees. We mogen als nieuwe mensen met Christus opgestaan leven tot uw eer. Heer, draag ons door de moeite van het leven heen, als die er zijn in ons leven. Zegen ons, Heer, als het leven ons soms te veel wordt. Als er breuklijnen lopen, afgronden zijn. Als er zorgen zijn, en we denken ook aan zuster Annie Ruits, die opnieuw een behandeling moet ondergaan. Heer, wilt u haar er doorheen dragen? Ze ziet er zo naar uit om weer te herstellen en nieuwe krachten ontvangen en weer ook in ons midden te zijn. Heere, mag die dag ook aanbreken. Het is in uw hand en we bidden, geef dat we het in uw hand over mogen geven. Geef dat haar ook. Vrijmoedigheid, wonderlijke vreugde, stil vertrouwen. Draag haar er doorheen. En ook vele anderen die moeite ervaren, die niet naar de kerk komen, die ook thuis op dit moment meeluisteren. Wees nabij, Heer. Laat u merken dat u van hen af weet en nooit vergeet. Doe ons allen, hoe het er ook voor staat in ons leven, uitzien naar die grote dag die zal komen, als u de dingen rechtzet. Maar wat een dag zal dat wezen. Geef dat we een schuilplaats mogen vinden bij u. Bij alles wat de Heer Jezus heeft gedaan. Heere, zegen alle dingen die staan te gebeuren. De activiteiten van deze week. We bidden voor de vakantie Bijbelfeest. Wilt u erbij zijn? Alle leiding zegenen en helpen. Geven dat het een heerlijke dag mag zijn voor de kinderen. Dat er vele kinderen mogen zijn die van uw schepping en verlossing horen. Wilt ons helpen als we praktisch bezig gaan en op gaan ruimen en schoon gaan maken. Ook volgende week zondag, de uitzenddienst. Geef ons een goede, gezegende dienst. Zegen de gemeente in Barcelona, met wie we ons al wat verbonden weten en dat mag gaan groeien. Heer, wilt u hen ook zegenen. We bidden voor de jarigen die jarig zijn geweest in de achterliggende week. Voor Christiane de Grote, zegen haar in een nieuwe levensjaar en ook de anderen. We bidden ook voor Ida Kitembo, en Rafa Vetian en Judith Noel Alvarez. Zegen hen in hun leven. Mogen ze in verbondenheid aan u leven. Aan uw hand, u volgend. Heer, zegen ons op deze zondag. Breng ons opnieuw bij elkaar in de middagdienst. Mag deze dag staan in het teken van werkelijke rust en heiliging. Opdat we uw eer zoeken. En zo als het ware echt mogen opladen voor een nieuwe week. Heer, we leggen heel ons leven in uw handen. Hou ons vast en leid ons. Ontvang onze dank en aanbidding in Jezus' naam. Amen. Laten wij nu samen gaan zingen. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer.
We zijn bijna aan het einde gekomen van deze dienst en ik wil u hartelijk danken voor uw aanwezigheid en hoop dat deze dienst als een zegen mag ervaren en mee mag nemen voor uw eigen leven. Denkt u nog even aan de enveloppen, de schoolpakketten, het invouwen van nieuwe pakketjes. Er is weer gevraagd aan de jarigen om wat voor bij de koffie mee te nemen, dat is er. Het zal ook aan de voorkant juist daar geserveerd worden. Het is prachtig weer, dus laten we de koffie ook buiten drinken. En er zullen er vast wat zijn die even kunnen helpen om wat die kant op te brengen. Vanmiddag dus om 5:00 opnieuw een dienst en na de zegen zingen we nog samen Heerlijk is uw naam. Ontvang dan nu met biddende harten Gods zegen. De Heere zegende u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.